Hoe kan je juist, maar dan ook haar juist, leren zingen? Dat is wat we vandaag allemaal gaan bekijken. Zangles met Maggie.be. Hallo, mijn naam is Maggie van Zangles met Maggie.be en ik ben hier om jou nog beter te leren zingen. Ik wil met jou je grenzen verleggen, je zelfvertrouwen een boost geven, maar bovenal wil ik samen jouw grootste zangdoelen samen bereiken. Wil je graag het beste uit jezelf blijven bovenhalen? Abonneer je dan zeker op dit kanaal. Zo blijf je elke week op de hoogte van nieuwe tips en tricks in verband met zingen. Vandaag gaan we kijken naar hoe je juister kunt gaan zingen. Je intonatie is van essentieel belang. Dus je intern gehoor trainen, daar gaan we het vandaag over hebben, want daar start het mee. Heel veel mensen denken, ik ben toondoof, ik kan niet juist zingen. En daar heb ik op te zeggen, er zijn maar 4% van de mensen in heel de wereld die toondoof zijn. Dus dat zijn er heel weinig. Als je het verschil kunt horen tussen deze toon en deze toon, dat de ene lager is dan de andere, dan ben je niet toondoof. Dus ik hoop dat de meeste van jullie die naar deze video kijken niet toondoof zijn. Nu, zingen bestaat uit twee fases. De eerste is die noot kunnen horen in ons hoofd. En de tweede fase is die kunnen zingen. En veel mensen die gaan die eerste fase overslaan. En dat is net wat er zo belangrijk is. Dus vandaag gaan wij echt gaan focussen op ons intern gehoor. En het kan misschien heel simpel ervaren worden, maar het kan ook heel moeilijk zijn. Dus laat u erdoor niet afleiden, oké? En als het voor jou heel makkelijk is, dan is dat geweldig. Is dit een hele goede training en oefening geweest. Oké, dus de eerste oefening die we gaan doen is super simpel. Ik ga een noot spelen, bijvoorbeeld deze. De bedoeling is dat je die noot in je hoofd eerst hoort en dan gaat zingen. En dan checken we samen, is hem juist of is hem niet juist? Ja? Nu, we gaan het moeilijker en moeilijker maken, want we gaan het telkens weer sneller en sneller en sneller en sneller doen. Ja? Dus, ik begin met hele makkelijke noten. Ik laat u erover nadenken en dan gaan we ze zingen. En dan gaan we sneller en sneller en sneller. We gaan er 10 doen en ik wil dat je bijhoudt hoeveel van die 10 je juist hebt. Dus uiteindelijk ga je een score hebben op 10. Ik ben benieuwd naar je score. Oké, dus we beginnen. Super simpel. Ik speel deze noot. Hoor hem in je hoofd. Zing hem. En check of hij juist is. Oké, dat was noot nummer 1. We gaan naar een tweede noot. Hoor hem in je hoofd. Zing hem. Checken. Juist of niet? Tel je punt erbij of niet? Een volgende noot. Hoor hem in je hoofd. Zing hem. Checken. Oké, we gaan ietsje sneller gaan. Hier gaan we zingen. Was hem juist? Ik hoop het. Oké, we gaan verder. Hoor hem in je hoofd. Zingen. Checken. Was hem juist? Oké, we gaan door, we gaan door. Hoor hem in je hoofd. Zingen. Oké, een punt erbij of niet? We gaan door, wij gaan door. Hier gaan we. Hoor hem in je hoofd. Was hem juist? Ik hoop het. We gaan door. Hoor hem in je hoofd. Zingen. Oké, dan gaan we verder. Hoor hem in je hoofd. Zingen. En de laatste. Hier gaan we. Hoor hem in je hoofd. Zingen. Zalig. Ik denk dat we er nu 10 hebben gedaan. Misschien 9. Alleszins, zet mij uw cijfer in uw comment. Is dat 9 op 9 of 10 op 10? Of misschien een 7 op 10? Of misschien zelfs een 1 op 10? Wat het ook mag zijn, het is oké. Dan weet je tenminste waar dat je je bevindt. Ja? En dan weet je dat je dat kan oefenen. Nu, een trucje om dat te oefenen. Je hoeft niet telkens naar deze video te kijken. Je kunt ook gewoon een app downloaden.
En die app bij mij die noemt Tiny Piano. En dan kan je gewoon een noot spelen en nazingen. En dan checken of hem juist was. Dus zo kan je dat gaan oefenen. En door die tussenstap te zetten van eerst binnen in ons hoofd horen en dan te gaan zingen, ga je veel accurater zijn met de noten die je zingt. Hey, hey, ik onderbreek de video even om je te vertellen over mijn nieuwe vijfdaagse Zo zing je zuiver challenge. Veel woorden moet ik er niet aan vuil maken. Je leert gewoon in 5 dagen voluit zingen zonder spanning, heesheid of onzekerheden. Helemaal gratis en je kan toegang krijgen tot deze challenge via deze link. zanglesmetmaggie.be/challenge. Oké, ik laat u verder kijken. Dit gaan we nu in de praktijk gaan zetten met een oefening gebaseerd op Imagine van John Lennon. En het gaat als volgt. We doen daar... Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Above us only sky. Met dat stukje gaan we werken. Nu, wat hebben we gehoord? Is dat er heel veel melodische patronen terugkomen. Het is heel vaak hetzelfde. Laten we dat al eens op een na-na-na doen. Dus dan krijgen we... Na-na-na-na, na-na-na. Wat hebben we hier gehoord? Na-na-na-na. Na, na, na. Die sprongen moeten we kunnen onderscheiden. We gaan dat eerst in ons hoofd zingen. Hier gaan we in ons hoofd. En... Oké, nu op een na. Hier gaan we. En... Na, 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 na. De volgende krijgen we. Na, 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 na. Ongeveer hetzelfde, maar er is een klein verschil. Na, 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 na. Hier zijn een paar noten weg. Laten we die in ons hoofd zingen. Hier gaan we en... Ja, we gaan naar de derde zin. Die klinkt zo. Na, 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 na. Dus die is helemaal anders. Hier hebben we na, 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 na. Laten we die in ons hoofd zingen. Hier gaan we. En... Oké, nu luid op zingen. Hier gaan we. Na, 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 na. Ja, de laatste zin. Na, 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 na. Dezelfde als in het begin. Na, 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 na. Laten we die eerst horen in ons hoofd. Hier gaan we en... En nu gaan we die zingen. Hier gaan we en... Na, 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 na. Oké, nu gaan we proberen om heel dat stukje op de tekst te zeggen. En wees u bewust van die sprongetjes, van die overgang. Van begin, hier gaan we. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Pas op, deze is anders. Hier gaan we. No hell below us. Da-da-da. Above us only sky. Ja, oké, dus hopelijk ging dat al. En ben je bewuster van waar die sprongetjes zich bevinden. Nu is de challenge om dat allemaal een toontje hoger te gaan zingen en te gaan moduleren. Dus de afstand tussen de noten blijft hetzelfde, maar we zijn nu van toonaard veranderd. En dit zou, door hem eerst te horen in ons hoofd en dan te gaan zingen, veel makkelijker moeten gebeuren. Dus nu beginnen we hier. Imagine there, in plaats van imagine there. Hoor je het verschil? We gaan dat samen proberen. Hier gaan we. En imagine there's no heaven. Hoor hem in je hoofd. It's easy if you try. Ja, mooi. And no hell below.
missie. Ging dat makkelijker? Ging dat moeilijker? Laat het mij weten in de comments. Ik wil het heel graag weten. Alleszins, dat is stap 1 als je juist wilt leren zingen. Het horen in ons hoofd. Stap 2 is het zingen. Hoe kunnen we die zaken gaan zingen? Maar dat is stap 2. Dat hebben we nu in deze video niet bekeken. Want de hoe, dat is de zangtechniek en al het andere die erbij komt kijken. Stap 1 is het horen. En weten waar je naartoe gaat. En hopelijk heeft deze basisstap een hele grote deur voor jou geopend. En blijf je dat toepassen in alle liedjes dat je zingt. Ik hoop dat je heel veel waarde uit deze video hebt gehaald. Vond je het leuk en waardevol? Geef mij zeker een like. En hopelijk zie ik jou volgende week terug. Dankjewel om te hebben gekeken. Tot volgende week. Doembada.